Het conflict tussen de bewoners van de Barkmolenstraat en de gemeente over een opvanglocatie aan die straat is opgelost. De gemeente is met de bewoners in gesprek gegaan. Het aantal ex-verslaafden in het appartementencomplex in de wijk De Meeuwe mag in de toekomst onder voorwaarden worden uitgebreid naar 26. Eerder bepaalde de voorzieningenrechter dat er maar 14 mochten worden opgevangen. Onderzoek door een onafhankelijk bureau overtuigde de rechter dat de gevreesde overlast wel mee zou vallen. En de gemeente ging met de bewoners in gesprek. Er is veel gedoe geweest zeg maar, over die vergunningverlening. De buurt verzette zich eigenlijk in de komst van deze woonvorm. Er zijn ook een aantal rechtszaken geweest. Uiteindelijk is het zo dat de rechter heeft gezegd, die mensen kunnen daar gaan wonen, die 26. En we hebben in die hele tijd, naast de juridische kant, hebben we veel energie gestoken over en weer. Om tussen de mensen die daar gaan wonen en de buurt en de gemeente en ook VNN en Levier, om het onderlinge vertrouwen te herstellen. En te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat als die woonvorm er komt, dat het op een goede manier gebeurt. Ja, en onze constatering op dit moment eigenlijk is dat het heel erg goed gaat. En er is in die tijd dat ze er al wonen maar één overlastmelding geweest. En die bleek achteraf niks te maken te hebben met deze woonvorm. Met andere woorden, het gaat gewoon hartstikke goed in de Barkmolenstraat. En dat is denk ik een compliment waard aan alle betrokkenen. De gemeente trekt het boetekleed aan. De informatie over de komst van deze woonvorm destijds, in 2017 speelde dat al, 2018, die druppelde eigenlijk wat de wijk binnen. Verschillende partijen waren ermee bezig en daardoor ontstond de onrust en het gevoel van ja, wordt ons wel een eerlijke verhaal verteld. Daar hebben we toen heel snel op ingegrepen, maar in het begin, ja, dat wantrouwen is eigenlijk nooit uit het proces gekomen. Dus daar moeten we volgende keer nog alerter op zijn. Het tweede is, we hebben tijdens de discussie op een gegeven moment een onafhankelijk bureau ingeschakeld om bepaalde vormen van maatregelen te toetsen. Bepaalde maatregelen te toetsen of die goed genoeg zouden zijn. Dat hielp wel. Het helpt wel op het moment dat je een onafhankelijk bureau hebt, omdat mensen toch, zeker na zo'n wat moeizame start, het vertrouwen in de gemeente of in de instellingen wat verloren hebben. En dan twijfelen of wij wel de zaak wel eerlijk voorstellen. Als je dan een onafhankelijk bureau ernaast hebt staan, dat kan dan echt helpen in het proces.